De oproep die uh, gedaan wordt via een motie is of uh, het college bereid is om uh, te kijken of er een haalbaarheidsonderzoek uh, kan komen, uh, wat nascheiding voor ons zou kunnen betekenen. Was u verbaasd dat u ook in één keer de blauwe bak ter tafel zag gevoerd? Uh, nee, want die discussie die, uh, is volgens mij uh, amper een jaar geleden ook gevoerd. Mm -hmm. uh, toen was het een andere fractie die. Uh, ons uh, opriep om te kijken van, nou, wat zouden we richting verenigingen kunnen doen? En eigenlijk ligt die vraag wederom op tafel. Nou, aan je bak het afschaffen daarvan, hoe denkt u daarover? Nou, uh, 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 we moeten eens eventjes kijken, hè? want uh, wat ik ook heb aangegeven, uh, uh, de afgelopen keren, en uh, met name in een raadsbrief over de afkeur, van PMD-materiaal. Maar dat is de aanleiding nu voor een aantal fracties om te zeggen: van nou, ga dat onderzoeken. We zijn nog druk met die verpakkingsindustrie in gesprek. Want wat zie je? Er is een nieuw contract gekomen per 1 juli. En per 1 juli zijn niet opeens onze inwoners minder goed gaan scheiden. Van een heel beperkt. Percentage naar uh, percentages van uh, rond de 60, 70 procent. Dus daar zit wat anders. Uh, en dat moeten we ook vooral met die verpakkingsindustrie uh, bespreken. Ja, en daar ga ik nu nog niet al te veel over zeggen. Want ja, op een broedende kip, hè, daar, uh, die broedende kip moet je niet storen. Hans Buitenweg die zei. de nascheiding is voordeliger dan de directe scheiding. Uh, uh, nou ook dat is onderdeel van discussie. Hè? Want het ligt eraan, je kan allerlei verschillende scenario's erop toepassen. Je kan zeggen van uh, uh, doe alle bakken maar weg en alles op één hoop. Nou, dan weet je ook dat je bepaalde zaken niet goed kunt nascheiden. Met name voor GFT en papier is dat het geval. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen van nou we laten de bakken uh, voor wat ze zijn. Hè, met name de oranje bak laten we voor, uh, voor wat die is. Want we hebben hem net twee jaar. Hè, en daar liggen natuurlijk ook afschrijvingstermijnen uh, zitten eraan gekoppeld. Uh, maar dan zou je ook nog kunnen zeggen van nou laten we dan dus de inhoud van die bakken door zo'n nascheidingsinstallatie halen. Nou op dit moment is zo'n nascheidingsinstallatie bij de huidige uh, uh, verwerker en de afvalverbrander nog niet aanwezig. Uh, dus uh, daarom ook de oproep, denk ik, aan ons om dat te onderzoeken. Nou, daar gaan we donderdag verder het debat over voeren. Kunt u zich voorstellen dat veel verenigingen in Almelo het zouden toejuichen om die kranten weer te kunnen ophalen? Uh, dat ligt eraan, want de papierprijs is heel slecht. Uh, en ik weet dat er verschillende organisaties uh, zijn die uh, zeggen uh, van uh, of we stoppen ermee. Hè, uh, of uh, dat ze er inmiddels al mee zijn gestopt. Uh, mm. Omdat de kosten van zo'n container en de verwerking daarvan. Uh, wat mensen dan moeten betalen hè, vanuit zo'n vereniging. Gewoon niet, uh, dat het niet opweegt tegen uh, uh, wat het opbrengt. En ja, dat moet je natuurlijk afwegen. En nou ja, met de huidige papierprijs. Is dat voor verenigingen uh, nou niet echt een heel rooskleurig, uh, rooskleurig scenario? Mag ik een hele brutale vraag stellen? Dat mag altijd. Wat denkt u dat er donderdag zal gaan worden besloten? Over deze motie? Ja. Uh, ik uh, heb zo het bruine vermoeden dat met het uh, debat dat we gaan hebben en ook het pre-advies van het college daarop, uh, dat we uh, ongetwijfeld uh, dat, uh, dat haalbaarheidsonderzoek uh, verder gaan verkennen. Dus ik wil zeggen.